De oprichting van de VOC was typerend voor de opkomende handelskapitalisme over de hele wereld. Ook was de VOC in de 17e eeuw veruit de grootste, maar ook het rijkste bedrijf ter wereld. En mede door de oprichting van de VOC ontstond de Gouden Eeuw. En daarom is deze oprichting enorm belangrijk geweest voor de onderlinge handel over de hele wereld. En om deze redenen leek het mij enorm interessant om deze gebeurtenis, dus de oprichting van de VOC, voor dit PO nader te onderzoeken. De VOC is opgericht op 20 maart 1602. Nederlandse kooplieden verzorgden de Europese handel. En Amsterdam diende als stapelmarkt. Amsterdam was het economisch centrum en kooplieden uit andere landen kwamen in Amsterdam om handel te drijven. En de macht van de Nederlandse compagnie in Azië was groot, veel groter dan die van andere Europese landen. In 1487 lukte het de Portugezen om Kaap de Goede Hoop te bereiken, een belangrijke schakel tussen de handel met Indië. En voor de Portugezen was dit voordelig. Ze beschikten nu over handelswaren zonder de hulp van allerlei tussenhandelaren. En Nederland had het door. En vanwege hun oorlogssituatie met Spanje konden ze wel wat geld gebruiken. En in 1952 bereikte een Nederlandse zeevaarder Cornelis de Houtman Kaap de Goede Hoop. Nederland kon nu handel drijven met Indië. En de schepen keerden beladen met peper en andere fijne specerijen terug. De reizen waren eerst zeer winstgevend, maar de concurrentie was enorm, waardoor de winsten daalden. En op initiatief van de Staten-Generaal werd daarom in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht, oftewel de VOC. De VOC breidde zich uit tot het grootste bedrijf uit haar tijd. Ook kreeg de VOC het monopolie op Azië. En dat wilde zeggen dat buiten de VOC om er geen enkele Nederlander daar handel mocht drijven. En in 1621 voer Jan Pieterszoon Koen met een oorlogsvloot naar de Banda-eilanden omdat hij een einde wilde maken aan de Bandanese die telkens weer de belofte schond die zij met de VOC had over het alleenrecht van de handel op Azië, oftewel die handelsmonopolie. Koen liet de dorpen in brand steken en Bandanese als slaaf wegvoeren. De gouverneurs-generaals, oftewel de hoogste baas in Azië, die traden net als Koen deed soms hard op tegen de lokale bevolking. De VOC had geen groot kantoor waar alle bazen van de VOC in zaten, maar ze hadden een paar verschillende kantoren. En die kantoren noemden ze de kamers. En er waren kamers in Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn en Rotterdam. En in elke kamer zat één of meerdere hoge heren die in het bestuur van de VOC zaten. En met z'n allen werden zij de heren 17 genoemd, omdat ze met z'n 17 waren. En deze mannen waren vroeger de baas geweest van de andere compagnieën die tot de VOC waren samengevoegd. En de heren 17 beslissen over alles wat er maar te beslissen viel. Ze beslissen over hoeveel boten er kwamen, hoeveel personeel er nodig was en nog veel meer dingen. Door de concurrentie op de handel in Indië besloot de Staten-Generaal de VOC op te richten, waardoor de compagnie meer bevoegdheden kreeg. En zo mocht ze verdragen sluiten met vorsten, oorlog voeren en veroverde gebieden besturen. En de VOC kon op deze manier uitgroeien tot een multinational. Ook is mede dankzij de VOC de Gouden Eeuw ontstaan. Want de schepen die moesten worden gebouwd, maar één schip heeft natuurlijk ook hout nodig. En daar zijn weer mensen voor nodig met hun bedrijfjes. En de zeilen moesten worden gemaakt, de touwen en alles wat met de VOC te maken had.
Zo ontstonden er weer veel nieuwe bedrijven en dus meer werkgelegenheid. De oprichting van de VOC heeft vooralsnog betekenis en heeft zijn sporen nagelaten over de hele wereld. De oprichting van de VOC was namelijk de basis voor de wereldwijde handel. En ondanks zei premier Balkenende in de Tweede Kamer dat Nederland een voorbeeld moest nemen aan de handelsgeest en daadkracht van de VOC. Premier Balkenende zei, Nederland kan het weer, die VOC-mentaliteit over grenzen heen kijken en dynamiek.